door State of Art Menswear, Sonax Car Care Products en Tink. Altijd goedkoop tanken. Hoe hoog kun je springen met een Formule 1 auto? En hoe oud moet je eigenlijk zijn voor de Indianapolis 500? En met wie won deze man, Jan Lammers, het FIA Sportscar Championship? Vanuit de pits bij State of Art is dit RTL GP Magazine. Hartelijk welkom bij RTL GP Magazine. Samen met Jan neem ik u weer mee op een bijzondere reis door de racewereld. Zo maakt u deze keer kennis met een legendarische BMW. En we gaan terug naar een vurige Grand Prix op Zandvoort. González stopt om te tanken. Er lekt benzine op de hete uitlaat en in een minimum van tijd staat de wagen in brand. Bovendien is racelegende John Bos de gast in onze studio. Dat en nog veel meer straks, maar we beginnen met een piepjonge Nederlandse coureur die de Amerikaanse droom najaagt. Tja, dames en heren, uw applaus voor Rinus Fiké, oftewel Rinus van Kanthout. Tja, Rinus, van harte welkom, jongen. Ja, je bent amper meer in Nederland, je race in Amerika. Waarom? Ja, ik vind Amerika zo'n gaaf land, de IndyCars, zo gaaf met de Indy 500 en... Het is altijd al iets waar ik naartoe heb gekeken. En natuurlijk heb ik ook naar Formule 1 gekeken. En dan denk ik in de politieke wereld dat IndyCar een grotere kans aan mij geeft om daar te rijden. Oké, okay. We gaan eens even kijken wie Rinus is. We nemen u even mee naar zijn loopbaan tot dusver. Rinus van Kanthout is pas 16 jaar, maar race al zijn halve leven. In de kartsport wint hij nationale titels voordat hij ook elders in Europa en in Amerika successen boekt. In 2015 mag hij in datzelfde Amerika met een racewagen testen en amper 2 jaar later maakt hij zijn debuut in de USF 2000. Een raceklasse voor jong talent op weg naar IndyCar, de top van de Amerikaanse formulewagenracerij. Ja, Rinus. Even voor de goede orde, je bent pas 16 jaar, maar je race al heel lang. Je bent op jonge leeftijd begonnen met de karts. Nu ben je in de auto's gaan rijden in Amerika. Wat voor klasse rij je daar? Hoe moet dat zien? Ik rijd in de USF 2000. Dat is een nieuwe Tatus auto. Dus dat is het chassis van een Formule 4, zoals we hier in Europa dezelfde Formule 4 hebben. Die ligt ook op dezelfde stap. Maar dan net even ietsje meer pk's, ietsje meer downforce. Hoeveel auto's aan de start? Ja, 20, 25 meestal. Zo. Dat is, ja, Jan, jij hebt in Amerika gereisd. 16 jaar, dat is jong, hè? Je hebt het zelf meegemaakt. Waanzinnig, hè? Je ziet de hele trend wordt steeds jonger natuurlijk. Ja. Ga er maar aan staan, hè? Dan hebben we net zo iemand als Max die op zijn 16 al in de Formule 1 zit. En dan probeer je ook je weg daarin te vinden. Want Max is natuurlijk geweldig wat hij doet. Maar daardoor staan ook een heleboel mensen, andere Nederlanders, hè, mooie coureurs zoals Rinus, die staan daarom toch een beetje meer in de schaduw en die moeten dan toch ook nog een beetje aandacht voor ze opwekken. Ja. En ik denk dat voor Rinus is dat in Europa verschrikkelijk moeilijk. Ja. Ik denk een hele verstandige keus dat hij dat nu voor in Amerika aan het doen is. Dus ja. Super. Het is een ander land, denk ik, qua autoracen. Wat valt jou op als Europeaan als je daar komt? De circuits, de sfeer anders? Het is veel opener. Ja. De banen. Ja. Het is veel minder veilig dan het in Europa is. Dus het is eigenlijk allemaal Zandvoort. Weinig run-off. En als je eraf gaat, is het gras en vaak dan de muur. Je bent daar toch wel heel erg bezig om daar in de voetsporen, zeg maar wel eens, te treden van een hele bekende Nederlandse autocoureur die daar al succesvol was, Arie Luyendijk. Nou, wij zochten Arie op, want hij was heel even in Nederland, net als jij. Hij moest weer terug naar Amerika, kon hier niet zijn. Maar we vroegen hem wel, naar jou,